Bijna overal in. We hebben vandaag iemand op bezoek die ons daar alles over kan vertellen. Ze is professor in de computerchips, Marianne Verhelst. Dag Marianne, welkom. Dag lieve, wel. Bedankt. Laten we al eens beginnen bij het begin. Een computerchip, we hebben allemaal het woord al gehoord en we weten dat het in vele dingen in zit, maar wat doet dit precies? Ja, een chip is eigenlijk het kleine stukje van je laptop of van je computer dat effectief kan rekenen. En een computer heeft verschillende chips, maar de belangrijkste is echt degene die alle berekeningen doet om alle programma's te draaien. Of in je gsm is dat het kleine het stukje dat zorgt dat alle signalen, de golfvormen, om draadloos te kunnen communiceren, gemaakt worden. En eigenlijk is dat niet meer dan een klein blinkend plaatje. Ik heb hier zo eentje mee. Een blinkend plaatje, dit is al een hele grote, waar dat duizenden, miljoenen kleine schakelaartjes op staan. En dat noemen we transistoren. En dat zijn eigenlijk onze Lego-blokjes waarmee we alles kunnen bouwen. Goed, jij onderzoekt die dingen, jij zit mee in de ontwikkeling van nieuwe en betere chips. Maar goed, ja. Die bestaan eigenlijk al, ik denk, sinds de jaren 50 ongeveer. Ja, chips bestaan natuurlijk al erg lang. Ik heb hier iets meegebracht. Dat is eigenlijk als we in de jaren 90 een gsm wouden gebruiken. Enfin, toen was dat een mobiele telefoon in onze auto. Dan hadden we dat nodig. De mobilofoon. Wegen. Waar is de etelijke tijd van de mobilofoon? Ja, etelijke kilo's zwaar en heel veel componentjes, zoals je kan zien. Verschillende chips, maar ook weerstandjes enzovoort. Gigantisch groot, dat willen we niet in onze broekzak steken. Een beetje later hadden we natuurlijk gsm's die wat kleiner werden, want de chips werden kleiner, we kregen meer in die chips. En het gevolg is dat bij de gsm's die we vandaag de dag hebben, ze passen in onze broekzak. En eigenlijk is dat vooral een scherm en een batterij. Al die elektronica is zo klein dat die niet meer de plaats inneemt. Dus het onderzoek nu waar wij op werken is die chips zo efficiënt maken dat de batterijtjes ook heel klein kunnen. Okay. En dan kunnen we ze overal gaan insteken. Had jij 10 jaar geleden een desktopcomputer, Sophie? Ja. Zo die grote bak die op je bureau stond? Ja, ik heb dat nu nog. Ik heb iets mee wat eigenlijk die desktopcomputer van 10 jaar terug kan vervangen. En dat is dit. Ja. Dit is de Intel Edison. Is dat een computer? Dit is een volledige computer. Ja, dit is een volledige computer. Meer zelfs, hij kan gewoon op het internet. Want dit stukje wat je hier ziet, dat is de wifi-antenne. Echt? Ja. Dit is de wifi-antenne, daar zit een processor in, daar zit geheugen in. En hier achteraan heb je een hele kleine aansluiting. En dus als je maar de juiste software erop zet en daar een keyboard en een scherm aan hangt, dan kan je hier alles op doen. E-mails, tekstverwerking, spelletjes spelen enzovoort. Voilà. Nieuwe computer, €50 kost dit. Dus een computer is eigenlijk maar zo groot voor het toetsenbord en het scherm. En, ja, en ook een beetje voor de koeling. De batterij en dan de koeling, want die chip genereert heel veel warmte omdat die schakelaartjes zo rap aan- en uitschakelen dat je een heel groot deel van de verpakking, ook van een gsm, nodig hebt om die warmte weg te krijgen. Wat ik ook heel verwonderlijk vond, dat is, dus je hebt, zo, je, hebt je bankkaart en dan dat klein stukje oranje aluminiumfolie bijna. Nee. En ik dacht, daar zit gewoon een beetje gegevens achter, maar er zit gewoon een volledig computertje achter. Ja, een klein computertje dat voor jou die cryptografische berekeningen doet. En hij moet het nog redelijk snel kunnen doen ook, want je wilt geen minuut staan wachten aan de bankautomaat. Ja. Ja, je ziet goed de chip en dan die kleine, precies rechte lijntjes van het donkere chipje in het midden naar al die gouden baantjes. Dat zijn hoe dat je de chip met de buitenwereld moet verbinden met draadjes van nog geen micrometer, enkele micrometers dik. Als die chips effectief kleiner blijven worden en op het internet gaan en zo zuinig zijn, wat brengt de toekomst dan? Ze gaan zeker vast altijd kleiner blijven worden. En waar dat we vooral een heel grote evolutie gaan zien, zeker nog, is in de geneeskunde. Bijvoorbeeld implantaten. Dit is een kunstheup. Waar dat we nu... Ja, dit is van onder en hier daar komt hier die bol. We hebben ze net uit onkel Eddie gehaald. Ja. En hier hebben wij onderzoek gedaan, in mijn onderzoekslab, een andere professor, naar een klein stukje elektronica dat we in die bol inbrengen. En je ziet het een beetje zitten. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk meten of die kunstheup nog altijd wel goed met mijn eigen bot geconnecteerd is. Want blijkbaar is het soms heel pijnlijk als dat een beetje los begint te zitten. En dan kan je dat preventief merken. En dan kan er
voor ingegrepen worden. Ja. Dus eigenlijk, ja, je ziet het op verschillende plaatsen in de medische sector komen. Een van mijn eigen favorieten daarnaast is zelfrijdende auto's. Ah, ik ben ook grote fan van de zelfrijdende auto's. Een zelfrijdende auto is eigenlijk niets meer dan... Dat is een taxi, eigenlijk. Ja. Je gaat zitten en... En dat is eigenlijk niks meer dan een auto volgestopt met high-tech elektronica. Je steekt daar een heel aantal camera's op, een heel aantal andere sensoren en dan heel, heel krachtige processoren om al die data real-time te gaan verwerken en beslissingen te nemen. De rijden er toch al rond? Ja, in Californië heeft de zelfrijdende auto zijn rijbewijs gehaald. Echt waar, die heeft daar een rijexamen voor moeten doen. En die mag daar nu rondrijden. Mijn oudste dochter is 8 jaar en ik vraag me af of ik ze binnen 10 jaar gaan moeten leren rijden. Of dat het niet meer nodig is. Kan dat zo snel gaan? Technisch kan het zeker zo snel gaan. Maar qua wetgeving en zo, weet ik niet of dat we er zo rap gaan komen. Ja. De toekomst ziet er fantastisch uit. Bedankt om mij mee vorm te geven. Marianne Verhelst.